In een mager bebouwde buitenwijk van Maastricht staat dit 9 verdiepingen tellende gebouw. Dat onder zijn vele faciliteiten onder andere een arbeidsafdeling heeft met tal van werkzalen en magazijnruimten. Zo is er onder meer een goed geoutilleerd grafisch bedrijf met drukkerij en binderij. Een grote sportzaal kan tevens dienen als recreatieruimte. De voorloper van dit moderne gebouw bevindt zich in het oude hart van Maastricht. Het is van oorsprong een klooster dat in de Napoleontische tijd bestemd werd tot huis van arrest. En dat tot op heden huis van bewaring is gebleven. Noodzakelijke aanpassingen konden hierdoor allerlei oorzaken niet worden verricht. Waardoor de gedetineerden hun dagen grotendeels moeten doorbrengen in 4-persoonscellen zonder enige mogelijkheid tot afzondering. De sanitaire voorzieningen in de cellen zijn compleet uit de tijd. En noodgedwongen wordt de kapel, die nog gedeeltelijk uit de kloostertijd stamt, tevens gebruikt als televisiezaal. Bezoek voor gedetineerden vindt plaats onder toezicht van een bewaker in een ruimte die ook als recreatiezaaltje weinig te bieden heeft. In het nieuwe huis van bewaring zijn voor bezoek daarentegen een ruim aantal afzonderlijke spreekcellen beschikbaar. Er wordt hier minder met sleutels gerammeld dan in het oude gebouw. Maar controle blijft er wel. In een centrale post kan de gang van een gedetineerde naar zijn afdeling, die een zekere vrijheid suggereert, meter voor meter worden gevolgd. Op ieder van de 9 verdiepingen met elk 24 cellen wordt de gedetineerde begeleid door een bewaarder. De cel is, in vergelijking met de situatie in het oude huis van bewaring, een riante leefruimte. Maar niettemin een cel waarin de bewoner heel eenzaam kan zijn. Het fraaie uitzicht over de omgeving kan niet verhelen dat hier iemand gevangen zit, bewaakt door alarmdraden in het panzerglas. Ook dit modernste huis van bewaring blijft zo toch een plaats waar mensen maar een zeer beperkte vrijheid genieten.